Oh nee, we hebben een nieuwe speler. Mitchie? Mitch, als jij al lekkere voorzetjes aflevert, dan mag jij mij doen, jongen. Misschien dat als het zo blijft dat ik even mijn wifi even uit en aan ga zetten. Klopt, dus ik ook. Alle abonnees van Joep, jongens. Geen Ziggo nemen, slechte provider. Ik heb een vraag. Kunnen we beginnen? Oh, nee, maar dan moet ik niet zetten. Stop. Oh, nee. Komt voor een potje wel. Geen haast. Oh, nee. Keepertje. Oh, zwet hem. Wat een smerige. Smerige man. Nee, ja. Nee, joh. Ik zat ook helemaal verkeerd. Vieze zwet. Ja. Ah, dat is wel. Ah, dit is zonde. Hoe de fuck komt hij tot vier keer aan toe met die bal eruit, hè? Ah, dat is goed. Ik zit te denken om mijn poppetje op rechts buiten te zetten in plaats van Ken. Dat zou ik niet doen. Ja, het is in ieder geval lastig rechtsback spelen als je geen rechtsbuiten hebt. Dus dan kan ik misschien beter op rechtsbuiten gaan staan. Oh, jeetje. Oh! Ah, kut zo jongen, dat was te ver. Je hebt het over mij. Nee, over Lars. Lars een poppetje. Nee, ik heb wel een cam ding hoor. Oh! Ja, nu moet je maken. Lekker. Ja. Lekker hoor, Chris. Oké, zet ik jou even rechtsbuiten. Hey. En dat mag dus niet. Kom ik hier al. Nou, doe maar! Ah! Dat is wel dreiging uit van die Kriro, hoor. Humberto Tan. Humberto Tan heel... Nee, hij is niet kaal. Oh, dat is, sorry. Dat was hem niet. Humberto Swoerden. Hey, zo, kijk eens, dat voel je. Hey, eerste. Spice. Dat iedereen gewoon ruimte maakt voor Haaland. Ja, laten we dat even doen. Oh. Ja, kijk eens. Oh, steek de fout uit! Het leek echt alsof hij hem alleen nog maar aan had geraakt. Ja, dat dacht ik ook. Nou, nee, hij had toch heel. Hij had toch heel. Ja, ga maar weg. Doe hij al, weg deze, joh. Je bent toch mag douchen, ja. Wat laat je je dan makkelijk uit? Nou, dezelfde tactiek als net. Laten we weer even hetzelfde mechanisme doen. Dit kan, maar dit kan wij naar tweede en haal hem naar de eerste. Okay. Ah. Die komt aan. Oh. Kom maar. Ja, kijk eens, daar ga je. Was mij wat. Misschien moeten we hier ook hetzelfde doen. Ja. Oh, Holland. Nog kort. Nog één. Iedereen tweede? Ik ga bij de tweede. Ja, ook. Hij weet het nu, die keeper. Ah, ja, maar... Ik denk dat hij... Oh. Ah. Ja! Dan krijg je ervan als je de speler op doel zet. Koek, koek! Ik zeg koek, koek! Ik vond ze sterk beginnen, maar na de rode kaart van Humberto werd het allemaal wat minder. Ja, en dan mis je ook je sterk houden, mis je dan ook, hè? Ja. Hij moest nog RTL Late Night presenteren, dus hij moet... ik zat te denken dat er in deze pot gemiddeld 1 goal per bakker is gescoord. Maar dat is wel heel slecht. Jezus. Ja, ik bedoel, het is geen woord, gaat boem, zeg maar. Dat heeft er wat van weg. Had Tommy ook wel leuk gevonden, waar is Tommy? Het is anekdote zaterdag. Dit taakje kwam wellicht later op de avond. Die gaat eerst nog even een wippie doen, dan nog een tutie. Dat helemaal niet. Nee, verhalen vertel vrijdag. Zaterdag, toch? Ja, nee, maar ik bedoel meer van... Christy zei anekdote woensdag, maar dat is het gerelateerd aan... Nee, zaterdag aan zei ik. Ja... Laat ze maar hier, hoor. Ja, lekker boeien. Ja. Boeieruur. Gast, boeier. Nee. Ja. Haaland, daar gaan we. 3 tegen 2. 3 tegen 1. Ah, jongens. Tweede. Ja, geef maar af. Oh. Nee! Sorry. Er stond Ricardinho helemaal vrij. Oh. Terug. Ja, goed. Oh. Zie ik nou kroontje 1999? Op de 16. Oh, nee. Nou, jawel. Oh! Midden ook. Oh. Is dat erin had gegaan, nou? Hey. Ja, lekker. Dat is lekker. Hey, nou. Wat doe je nou, man? Oh. Gek! Nou, Haaland, Arbitro, Haaland, Holland. Daar, ja. Ja, Holland. Holland. Lekker, jongens. Het, dat is de beslissing. Ik krijg het idee dat ze er niet zoveel zin meer in hebben. Oh, de keeper komt eraan. Oh. De keeper. Ja, ik vind het dan wel weer mooi dat hij maakt. Kijk eens, we zijn er klaar voor. Ja, ik ga gewoon schieten hoor, als je niet even. Ik vind het een beetje egoïstisch. Berezoetski is er weer. Chris, kan je poppetje eigenlijk wat? Of is het nog steeds ja, prima, prima, prima poppetje. De man achter de knop is minder, maar pop is prima. Nee, dat is niet bij. Oh jee. Kan ook. Ja? Oh. Hey joh, wat doet hij nou? Ik heb je gezien op het midden. Oh, wat? Oké, okay, kan ook. Ja, goed. Oh, goed. Ah, prima. Nou, doe maar.
Doe maar! Ja, kroon! Ja, bij zijn debuut! Bij zijn debuut! Bij zijn debuut, kijk hem eens! Mitch snapt het wel! Hij schoot hem niet door de keeper af, man. Ik schoot hem weer gewoon nou weer kort toe. Ja, maar die keeper werd bewogen. Ik zag het tenminste van. Ja, goede paal. Goede paal. Flink sterk, die paal was dat ook. Geen medium. Twan, die kregen een goede paal van. Die kregen een goede paal van. Jezus. Oh shit. Oh, nee, ja, weg. Ik druk al. Ja, je moeder gisteren ook. Nou, ik zal het even aan je vriendin in de woonkamer vertellen. Temptation Island be like, dat is mannenpraat, dat is mannenpraat. Ah, prima. Ja, tweede. Oh. Bro. Ja, heerlijk. Nee, dat gaan we niet doen, Vince. Ja, precies. Buiten spel weer. Oh. Het is een van de Torsten Woods. Nee, Casper komt hier. Ja, ik kom Os. Nou echt, ik mis hem 5 keer naar Os en hij mag er nooit heen. Ik word echt gek. Jezus. Dit was een echt Berezoetski bal dit. Berezoetski bal. Dat helemaal niet. Maar wat het wel is het ook weer niet. Oh. Zo. Zo. Nee. Ik zou naar binnen trekken en zo schieten. Ook goed. Nee joh! Yeah. Ja jongens, ik kan verdedigen, maar ik kan niet scoren. Het zit ook niet mee, okay, hè? Jezus. Jongen, hebben we hier wat aan? We hadden al promotie. We hadden al salon, jezus jongens. Jongens, ik wil even een leuke mededeling doen. De laatste verliespot was 13 potjes geleden. In het moderne voetbal zijn de backs de belangrijkste positie. Hè? Laten we onszelf dat voorhouden, inderdaad. Ja, natuurlijk man. Vraag maar aan Jurgen Klopp. Ja, maar die heeft ook twee backs. Ja, nou, maar wij zijn toch ook twee backs, Lars? Dat kunnen we ook nog doen, Lars. Nou, kruintje op Robertson en Alexander Arnold worden. Ja, dat is ook wel een goeie, ja. Hij heeft toch linksbenen? Dat is wel handig. Oh, jongens, even aanpassen. Ik ben ook rechtshand. Duurtjes, wie is captain? Duurtjes! Joep! Joep. Ik heb hem aangepast hoor, bij mij is hij roze en zwart. Het is makkelijk, het is een mooie bek. Nee, we gaan gewoon verder. We gaan deze mannen gewoon oprollen, ook al zijn we zwart en gezwart. Ik heb een andere kunnen zien. Ach, nou, Arbiter, dit is toch geen overtreding? Ik ga bij deze jongen, het is geen korfbal. Oh, maar weer doet hij gesproken. Nee! Oh, wat? Die hoort niet bij ons. Ja, voorgeven. Ja, nog een keer. Ja, ja. Ja, tuurlijk. Rebound. Misschien je me nou maar assist. Wel iedere keer voor zijn voeten. Nee, computer, je mag me niet tegen. Dat was een Engelse stoombus. Engelse stoombus. Stoom. Oh, heerlijk. Nou, in de tijd dat er nog stoombussen waren, joh. Dat waren wel tijden, hè. Waar gaat hij? Oeh, ja. Waar is die timer eigenlijk? Ik zie niet eens een timer. Zijn we geglitcht of zo? Ja, spelletje afsluiten. Ah, we beginnen weer. Ik heb nog niks, hoor. Bij mij gebeurt dat nu niks. Kasper, ga jij diep? Ja. Even nu. Ja, ik heb hem terug. Ja. Ja, oh, ja lekker gat! Nee, de keeper had hem. Oh shit. Jammer, je was goed geprobeerd. Oké, ik ga eruit. Zo, ik droomde van deze jongens hier. Ik ben benieuwd wat ze dan gaan brengen. In een Frankrijk shirt. Ja, dan leg je de standaard vrij hoog voor jezelf. Ja. Oh. Oh, daar kom ik niet bij. Ja. Nee. Ah, Mitch is uit de pot gekikt. Geweldig. Oh, hij is was er weer. Nice. Ja, ik werd geroepen door mijn moeder. Jezus, waarom moet ik in godsnaam op die bal? Zo. Oh, balletje. Ja. Hij staat heel kattig. Wat? Dat doen we helemaal niet. Dat is zelfs een sneeuw. Ja, dat is lekker. Ja, dit is zeer tactisch. Ja. Oh. Hij werd toch ingehaald. Kruif. Wie is dat? Kruif op linksachter. Lijkt me. Belangrijkste positie, hè? Je bent weg, hè? Dat heb ik ook al eens gehoord. De ridder. Oh, ik sta niet op het palet. Liep je weer te slapen, Chris? 100. Ja. Ik had het al lang gezien. Maar hebben jullie dat 100 afgesproken? Ja, dat was ik niet bij. Dat is een universele voetbalterm. Bestie. Oh. Wat? Hoe vaak moet ik... Hey. Dat meen je niet. Ja. Balletjes. En weer terug. Hey. Hallo. Hallo. Oh, koekoek. Dit. Ja, deze man is al echt fucking goed. Ook heeft hij er weinig mee bereikt. Allemaal trucjes zonder rendement, lekker man. Nee hoor. Schiet ook tegen mij op. Help hem. Ja. Oh. Echt jongen. Vanavond kan ik aanvallend niks, spijt me zeer. Kap maar. Ah. Lekker door je bitch.
En dan nog een zusje. Zit hij nou nog zelf erin ook of niet? Ja, hij schoot hem zelf in. Wat een goal. Wist gewoon dat even terugkijken deze bal. Oh. Ja, die klikt hem door. Nee, het telt niet voor mij. Score ik eindelijk, score ik niet. Discussiëren zijn om hem te laten rage quitten. Ze zijn die keeper aan het uitschelden. Wat op man. Oh, die linksback Cruijff vindt zichzelf zo goed. Holy shit. Allemaal heel goed, dat is zo mooi. Wat? Hij glitcht gewoon door me heen ofzo. Oh, precies van me af. Is dat een goede bal van linksback Cruijff, moet je ook eerlijk zeggen. Ah. Maar jongens, mag ik even het verhaal weten van Beer en Zoep's keeper? Nou ja, Chris en ik gingen op een potje centerback. En toen dachten we, nee, we gaan even een leuk duo maken. Wie gaan we dan doen? Ja, toen kwam heel snel op de goede Berezutski uit. Oké. Okay. Oh. Oké. Okay. Ah, net de rare dingen met mijn man. Maar jullie denken dat ik van alles indrukt. Is in ieder geval. Toch gewoon een enorme windvlaag. Maar dat kunnen wij ook. Nee. Nee, Kruijf. Maar dat werkt niet. Ja. Oeh. Gewoon de rust bewaren jongens, niks aan. Allemaal. Of mooi balletje te stoelen. Ja, dit zijn ballen. Oh! Oh! Ja, wel goed gezien. Keeper verwachtte het niet. Dat rechtsbekje met dat roze haar gaat overal naartoe, dat is echt zo hinderlijk. Oh, dit is gevaarlijk. Nee. Ah, hij mist het, dat is knap. Hey! Ja, die hebben we weer. Terughalen, ja, en boom. Zelf, tuurlijk. Oh, oh. Oh. Goed gered, hij had het verwacht. Zo, ga even springen. Ga dan gewoon liggen, weet je. Oh nee. Ga dan gewoon liggen. Dan gaat de pasen. Natuurlijk gaat hij pasen. Ga dan gewoon liggen. Even serieus, ik kan daar zo niet tegen, jongen. Dat slaat nergens op. Dan moeten we weer aan de pak. Ja, nu... Nee! Ja, die heeft hij. Ja. Ja, ja. En hij had toch geel. Ja, en nu heeft hij rood. Die heeft er ook nog afgestuurd. Is dat Cruijff? Ah, toch geel. Nee, dat is van de berg. Dat is niet van de berg. Nou, nu moet je wel weer maken. Lekker, kan. Doet hij weer. Echt, daar klagen we verder niet over. Kijk, daar gaan we weer. Oh, ja, hebben we. Windvlaag. Oh. Nee, hij had op Tommy gemuten, geloof het of niet. Pas op rechts. Geloof het of niet. Ja, dat was heel lekker geweest. Mijn man rijdt ook heel kut open, maar Tom, jij weet als geen ander hoe dat gaat. Dan probeer je open te draaien, dan doet hij het niet. En dan gebeurt er echt gereed. Nee. Jezus. What the fuck is dat, joh? Nee! Ja, dat is echt zo zuur, Jezus. Ja, hij gaat zo. Gaat natuurlijk zijn rechtervoet niet van. Oh, voorzetje. Twee. Oh, kom op, man. Geef het nog goed. Ja. Ja, weer twee. Hey, Benal. Ja. Ja, het weer. Maar wel het derde cadeautje. Derde cadeautje bedoelde ik. Nou, nog uitpakken. Uitpakken, dat ding, van. Lekker, jongen. Ah, kijk. Nu ga ik Gewoon een titeltje, hoor. Titel. Wat een mannetjes waren dit, hè. Div 3 alweer, jongens. Gaat hard. We hebben nog echt een team van 11 Chrisjes bij elkaar, houden. We doen gewoon naar de volgende wedstrijd, toch? Of niet? Nee, maar ja, dat is het.